Ik heb altijd moeten strijden om boven anderen uit te komen. En dat was thuis. En dat was in mijn huwelijk. En dat is nu eigenlijk nog. Ik moet nog, als ik aandacht wil, dan moet ik eigenlijk boven alles uitstijgen. Dan moet ik gewoon schreeuwen. En dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer schreeuwen. Mijn naam is Fariel. Nou, ik heb gelukkig is misschien een verkeerd woord, maar ik vind dat ik wat dat betreft geluk heb dat ik maar één psychische diagnose heb. En dat is de bipolaire aandoening. En toen in mijn tienerjaren, dan was de ondertoon toch best wel veel depressiviteit. Er zijn mensen met diabetes. Er zijn mensen met migraine. Er zijn mensen met een depressie, een bipolaire kwetsbaarheid of een andere lichamelijke of psychische aandoening. Het blijft mij verbazen dat het makkelijker is om te zeggen dat je diabetes hebt dan een psychische ontregeling. En daarbij komt dat vanaf we het over een psychische ontregeling hebben, er een gat in de grond lijkt te zakken. Er een onevenwicht ontstaat, een zwakte, een pijnlijkheid. Hoe kunnen we wel met open ogen luisteren naar een ander? Met open ogen luisteren gaat over kijken, over horen en wisselen van perspectief. Als ik ergens mee zit, wie dat er dan op dat moment in de buurt is bij mij, die krijgt mijn verhaal te horen. Maar als ik het dan verteld heb, dan is het niet weg, maar dan is de grootste druk eraf.